Bij de Stichting Mithiels Hall heeft vandaag de launch plaatsgevonden van het project Education Improvement for Disabled Children. Dit plan is bedoeld voor de leerlingen van de Mithiels Hall, omdat gebleken is het leren voor deze pupillen zeer moeilijk gaat vanwege grote leerachterstanden. De ondervoorzitter van de stichting, Joan Voogd, zegt dat deze leerachterstanden mogelijk weggewerkt kunnen worden wanneer de leerlingen onderwijs genieten dat voldoet aan de behoeften en mogelijkheden van het kind. Vanwege beperkte doorstroom naar vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt is door het bestuur van de Mithielschool in 2014 besloten om een externe evaluatie te laten plegen van onze school. In 2016 zijn buitenlandse professionals naar Suriname gekomen en hebben een doorlichting van de school gedaan, hetgeen resulteerde in een adviesrapport. Dit adviesrapport is door het bestuur van de Mithielschool en de schoolleider vertaald naar de Surinaamse realiteit en we hebben in 2017 het project Education Improvement for Disabled Children geschreven en ingediend bij de Republic Bank, welke gelukkig is gehonoreerd door de Republic Bank. De onderwijskundige, tevens begeleidster van het project, Safira Karnadi, zegt dat het leerlingvolgsysteem gehanteerd zal worden. Bij dit project wordt er van elke klas één leerling ingezet om aan het project deel te nemen. Het is een overzichtelijk leerlingadministratie. Het is een totaal systeem voor kwaliteitszorg. En met het leerlingvolgsysteem kan je in één oogopslag zien hoe een leerling zich over de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en waar hij of zij stagneert in de ontwikkeling. Maar ook voor de leerkracht van het daaropvolgend schooljaar is de informatie binnen handbereik. Het programma dat gebruikt zal worden voor het leerlingvolgsysteem, dat is Parnassus. Wat is Parnassus precies? Het is gewoon een hulpmiddel om leerlingen te volgen. Safira Karnadi, onderwijskundige, tevens begeleidster van het project Education Improvement for Disabled Children. Volgens haar zal bij dit project het leerlingvolgsysteem worden ingezet. Karnadi sprak vandaag bij de launch van het project op het terrein van de stichting Mithielschool.